dingen gedaan krijgen zonder opsmukken, dat zit bij ons Vriezen in het bloed. Hoe lastiger de klus, hoe meer we samen de schouders eronder zetten. En dat doen we samen met onze inwoners, de Mienskip. De kracht van Leeuwarden en van onze organisatie is om eenvoudige, maar rake oplossingen te vinden. We krijgen dingen voor elkaar door zo simpel als maar kan om te doen. We hebben lef en we zijn in staat om als het nodig is doorbraken te forceren. Hoe eenvoudig kan het zijn? Met het wijkbedrijf doen wij ons groenonderhoud met onze vrijwilligers. En het geld wat de gemeente dan bespaart, dat krijgen wij voor onze wijk. Wij weigeren achterstelling in de samenleving te accepteren. Dit vergt van Leeuwarden investeringen op economisch en op sociaal vlak. Door met dit doel voor ogen vasthoudend onze koers te varen, hebben we al veel bereikt. Hier op Derry Campus werken we samen met onze partners, waaronder de gemeente Leeuwarden, aan de ontwikkeling van de duurzame melkveehouderij. We zijn daarmee het innovatieve melkveehouderij onderzoekscentrum. Ook op sociaal vlak timmeren we stevig aan de weg. Al in 2007 nam de gemeente Leeuwarden het initiatief tot vernieuwing in het sociaal domein. Wat heeft geleid tot de wijkteams van vandaag. Onze wijkteams en onze aanpak zijn het voorbeeld voor heel Nederland. Samen met de Mienskip heeft Leeuwarden op een innovatieve manier sociale vraagstukken aangepakt. En daarmee hebben we de titel Culturele Hoofdstad 2018 binnengehaald. Onze culturele identiteit, verbondenheid en gemeenschapszin zijn er altijd. Niet alleen als er een Elfstedentocht op komst is. Het Mienskipfonds heeft ervoor gezorgd dat wij in ons dorp een theatervoorstelling hebben kunnen realiseren, waaraan 115 vrijwilligers hebben meegedaan. We hebben 2850 bezoekers mogen verwelkomen in ons dorp en het heeft de sociale cohesie echt duurzaam versterkt. Met vrijwilligers uit onze wijk hebben we een preventieteam opgezet. Wij proberen door de wijk te lopen en in onze groepsapp proberen we een stukje veiligheid te bieden aan de mensen in de wijk. Hierbij worden wij ondersteund door de gemeente Leeuwarden. We geloven niet in structuren, maar in mensen. We koppelen vakdeskundigheid aan complexe projecten. Daarmee wordt stad in ontwikkeling gebracht, vol met passie en bevlogenheid. European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Beste overheidsorganisatie van het jaar of niet, niemand kan om Leeuwarden heen. In 2018... culturele hoofdstad van Europa. Jullie zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het is duidelijk, Leeuwarden verdient wat onze nachtje een culturele hoofdstad van Europa. Het is onvoorstelbaar en weer unaniem, de jury weer volslagen unaniem.